Eindelijk is hij er. Het nieuwe paradeplaatje van Solar Tackle. De Compact Spider is de nieuwste tent van Solar Tackle. Ben jij benieuwd naar de eigenschappen van deze tent? Blijf dan kijken. Ik ben Rogier van KWIL.com en in deze video vertel ik je van alles over de Compact Spider van Solar. Zoals ik al aangaf, is de Compact Spider het vervolg op de oude Spider-Bifi van Solar Tackle. Dezelfde goede eigenschappen, alleen dan nu in een compact formaat. Iets wat de laatste jaren natuurlijk in populariteit toeneemt. Mensen willen steeds een wat kleinere tent of een tent die lichter is en makkelijker mee te nemen. En Sola stapt daar uiteraard op in door te komen met de nieuwe Compact Spider-Bifi. Enkele kenmerkende eigenschappen zijn natuurlijk gemaakt van het bekende Solatex. Ademend, waterdicht materiaal. Voorzien van verschillende luifels die je erin kan ritsen. Zijn los erbij te kopen. Een full infill heb je. Je hebt natuurlijk de mozzie. Die ook voorzien is van een -deur. deur, Dat wil zeggen, in de binnenzijde zit de deur verbonden door magneten. Dus je kunt zonder de ritsen open of dicht te doen eruit. En je zult ook zien dat de deur vanzelf weer sluit. En wat een heel mooi dingetje is. Er zit een grondzeil, kun je er los bij kopen. Maar deze is... Voorzien van een rits, dus je kunt hem echt helemaal waterdicht af afsluiten zodat je altijd gewoon droog en comfortabel aan de waterkant kan zitten. De Compact Spider is 2,70 meter breed, 1,50 meter diep en 1,45 meter hoog en is voorzien van een heel groot ventilatiepaneel aan de achterzijde. Dit kun je helemaal losrollen zodat je gewoon perfecte ventilatie hebt, maar je kunt hem ook deels openen. Dat wil zeggen van je maakt hem aan de onderzijde los, waardoor je de ventilatie hebt, maar daarbij is het dan nog wel gewoon waterdicht. Daarbij wordt hij standaard geleverd met een veperscherm. Een soort anticondensatiedoek in de bovenzijde. Dus je zult nooit meer last hebben van vocht aan de bovenzijde. Dus dat je druppels krijgt of dat je nat wordt, uh, hij wordt helemaal geleverd, inclusief stormpalen en luxe haringen. En daarbij zit hij ook in een hele goede fatsoenlijke luxe draagtas. Dat is ook altijd wel een dingetje wat belangrijk is. Uiteraard aan de binnenzijde de verschillende opbergvakjes. Links en rechts, hier een sleutels, noem maar op. Alles kan er gewoon netjes in. En nog een heel mooi kenmerk wat hij heeft is... rondom de palen zijn allemaal te verstellen middels een camlock systeem. Dus op wat voor schuine ondergrond je ook vist. Je kunt per paal de tent zo afstellen dat hij gewoon altijd super stabiel staat. Dat is eigenlijk iets wat andere tenten niet hebben. Wat ik zeg, dit is het. Invull-panel, die zal ik even dicht doen. Dan kun je dat ook zien. Zo is hij met het complete paneel erin. Hier is ook gezien van een deur natuurlijk. In de deur zit er nog een paneel voor de marsie. Zoals je hem hier ziet, dat je hem ook mooi dicht kan doen in de letterbox-stijl, maar wel gewoon naar buiten kunt kijken. Daarbij is het ook mogelijk om hem natuurlijk helemaal te verwijderen en er enkel en alleen de mossiepaneel in te doen. Wat ik al aangaf met het MacLock-deur. Dus ja, goed. Al met al een hele ja, mooie tent met heel veel verschillende mogelijkheden. Die eigenlijk geschikt is voor heel veel vissers, denk ik. Ja, wat ik aangaf, gewoon prima kwaliteit. Een heel mooi aluminium blok bovenin. Die zorgt dat de poten allemaal stevig op de grond staan. Heb jij nou ook interesse in de Sola Compact Spider-Tent? Kijk dan eens op onze site. Hij staat daar ook te koop als bundeldeal. Compleet met paneel en grondzeil. Maak hem compleet en wij zorgen ervoor dat deze tent snel jouw kant op komt.